Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 14 oktober van Weerplaza. Het mooie, warme nazomerweer houdt voorlopig nog stand doordat een hoge drukgebied boven Rusland verblijft en wij te maken hebben met een zuidelijke stroming. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. Normaal behoort het 15 graden te zijn in de middag en daar zitten we vanochtend al boven. Vanmiddag wordt het 22 graden in Den Helder tot 26 graden in Maastricht. En dat is bijzonder warm voor oktober. En daarbij schijnt de zon de hele dag volop. Slechts een paar hoge sluierwolkertijnen te zien. En er waait een warme zuidelijke wind. En morgen verandert er niet veel. In veel plaatsen blijft het zonnig en droog. En ook warm 's middags, 22 tot 25 graden. Zeer lokaal kan er een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen verloopt de maandag droog. En ook op dinsdag zitten we nog in de warme lucht met 's middags 21 tot 25 graden en flinke periode met zon. Woensdag, dan wordt de warme lucht geleidelijk aan verdreven. Er kan een enkele bui vallen en 's middags wordt het dan 17 tot 20 graden. Maar dat is nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag ligt het kwik in de middag rond de normale waarde van 16 graden. En ook dan kan een enkele bui vallen. Maar voorlopig kunnen we nog genieten van vrij warm weer. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.